Ja, zaterdag 1 oktober. Het is vandaag Nationale Open Huizendag. Nationale Open Huizendag, of zoals de Romeinen dat noemen, generale repetitie. Als het vroeger bij tv-makelaar hadden over een vervallen voorgevel, had presentatrice Natasha Froger nooit in de gaten dat het helemaal niet ging om het huis. Volgens de makelaar had het huis een jaren 30 huis vele authentieke elementen, zoals een kamer en suite, een terrazzovloer en een ondergedoken gezin in de kelder. Wij houden deze week ook open huis, maar dan pas op dinsdagavond. Aldus Ajax-trainer Alfred Schreuder. Zondag 2 oktober in de Belgische plaats Avelgem is een dode man aangetroffen in een afgesloten kledingcontainer. De politie is nu op zoek naar een verwarde vrouw die een zak met oude kleren heeft achtergelaten bij het uitvaartcentrum. Ik ben altijd denken aan Jan Slachter als we het hebben over de zak van Max. Omdat de hele kledingcontainer vol lag met namakleding uit China, bleek de man uiteindelijk als enige vakkundig gestikt. Maandag 3 oktober, omdat je zo ontzettend houden van de rijtjes met hele slechte woordgrappen, heb ik het volgende nieuwsfeitje voor jullie geselecteerd. Maar winnaars Amerikaans professioneel vistoernooi in Cleveland betrapt op vals spelen. Zitten jullie er klaar voor? Jazeker. Reactie van de jury, voorzitter. Makreel, heel iets over zeggen. Deze visser ging al lang over de tong. Hoppa, en ik wil hier forel niet zeuren. Maar hij vangt nu bot. Ja. Ik zal hem disqualificeren. En ik blijf hierbij strijden tot ik er met meer val. Want er zijn meer karpers op de kust. En dus begint het hele toernooi weer gewoon van voren. Dinsdag 4 oktober. Een 41-jarige man uit Bergen-op-Zoom heeft zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij met 167 km per uur op weg was naar een K3-concert. Ik ben op de snelweg ooit aangehouden met 30 km per uur omdat ik tijd probeerde te rekken onderweg naar een concert van Bluff. Ik kijk bij een K3-concert eerst altijd of ik hun lippen wel zie bewegen en daarna pas naar het gezicht. Ik heb niks met K3. Als ik graag kijk naar wat mokkels op leeftijd die pretenderen nog jong en sexy te zijn, dan ga ik wel een avondje op stap met de vriendinnengroep van Florentien. Nee, jongens. De overeenkomst tussen de tv-hond Samson en de meidengroep K3 is dat ze allebei zijn begonnen in het hoofd van Gert Verhuls en ze zijn allemaal geëindigd met een zijn arm in hun reet. Woensdag 5 oktober. Dieren niet langer welkom op de Tilburgse kermis. Nou, dan zijn de inwoners van Tilburg hier ook niet meer langer welkom. Al dus een woordvoerder van de kermis en dieren. Jammer. Het was toch altijd wel een soort van traditie dat ik na Roze Maandag thuis kwam met een nestje schaamluis. Het zal ook wel een teleurstelling zijn voor de bezoekers van Roze Maandag dat ze nu hun eenogige slang ook thuis moeten laten. Donderdag 6 oktober, het is vandaag de internationale dag van de leraar. Volgens mijn oude leraar zat er vroeger bij mij één jongen in de klas met dyscalculie. Maar wie dat was, weet ik zo, 1, 2, 5 of niet. Mijn favoriete leraar was mijn leraar Duits. Niet dat ik de taal zo mooi vind, maar als hij een vraag stelde, dan kreeg je al een voldoende als je heel resoluut je arm de lucht in stak. Mijn gemiddelde schoolrapport had vroeger wel het weg van een Champions League wedstrijd van Ajax. 1-6 en de rest onvoldoende. En de laatste vandaag, vrijdag 7 oktober. Slachtofferhulp Nederland wil de Netflix-serie Dame verbieden omdat het lustmoorden zou romantiseren. Je weet dat het weinig met romantiek van doen heeft zolang Mercier nog geen bedankt voor de heerlijke lustmoord geschenkverpakking van gemaakt heeft. Onzin dat televisie kijken het gedrag van kijkers zou beïnvloeden. Ik heb alle seizoenen Help Mijn Man is Klussen gezien, maar ik verwacht ook niet dat als ik mijn gedane klusjes in huis uitstel, dat we dan vanzelf een Surinamer aanbelt om ze af te maken. En laatst, als ze het verbieden omdat het een onwerkelijk beeld van de werkelijkheid zou scheppen, dan zouden ze volgens mijn vrouw ook pornofilms moeten verbieden die langer dan 4 minuten duren.
Rob Schepers, dankjewel. En we zien jou volgende week weer. Tot dan. Yes, yes, yes. Zaterdag 7 oktober, de bedenker van de AEX-index, Tjerk Westerterp, is overleden. Bij zijn laatste medische controle was Tjerk volgens haar huisarts nog kerngezond en in prima conditie. Zo zie je maar weer, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De AEX-index zal door dit tragische nieuws de komende dagen hoogstwaarschijnlijk met 17 punten zakken. Tjerk zelf laten ze de komende donderdag naar verwachting 3,5 meter zakken. Ook ons aandeel is de afgelopen dagen flink gezakt, maar gelukkig zitten we op de beurs nog wel boven die 5 punten. Aldus een woordvoerder van Ajax. Zondag 8 oktober. Sylvie Meis heeft een nieuwe liefde en wel de 48-jarige quote 500 multimiljonair Wim, die zijn fortuin verdiende met afvalverwerking. Sylvie heeft inmiddels zoveel kerels versleten dat ze met stip binnenkomt op plek nummer 17 in de quit 500. Deze twee tortelduifjes lijken voor elkaar gemaakt. Zij is gespecialiseerd in mannen uit de quote 500. Hij is gespecialiseerd in het hergebruiken van afgedankt plastic. Wim is bekend van het scheiden van afval. Sylvie van het scheiden van mannen. Maandag 9 oktober, sinds Charles koning is van Groot-Brittannië, krijgt hij aan de lopende band versierde onderbroeken opgestuurd. De 76-jarige koningin Camilla versiert haar onderbroeken nog gewoon ouderwets zelf met een stempelpatroon in okergeel en sienna bruin en één keer per maand een week met subtiele rode accentjes. Godverdamme. Koning Willem-Alexander kreeg vroeger regelmatig onderbroeken opgestuurd met een open kruis. Zijn opa vaak met een hakenkruis. Dinsdag 10 oktober. Nicole Kremers, de ex van Peter Gillis, is veroordeeld tot 80 uur werkstraf vanwege het weigeren van een bloedtest na een auto-ongeluk. Gelukkig konden ze nog een bruikbare hoeveelheid bloed afnemen van de rechtervuist van Peter Gillis. Tachtig uur werkstraf. Je op een beschamende manier in het zweet moeten werken zonder dat mensen je daar echt dankbaar voor zijn. Maar genoeg over het OnlyFans-account van Nicole. Woensdag 11 oktober. Een tuinbouwleraar uit de Amerikaanse staat Minnesota heeft een pompoen van meer dan 1246 kilo gekweekt. De pompoen hebben ze een shirtje aangetrokken, er 3 oorbellen in geprikt en doet komende zondag mee met het WK darts. Waarom worden er wel steeds enorme pompoenen gekweekt, maar nooit eens een komkommer van 1,5 meter? Aldus een teleurgestelde Kim Holland. En dan komen ze dan. Donderdag 12 oktober in Koninklijk Theater Carré zijn vandaag de televisieringen uitgereikt. Talent van het jaar werd Noah Vaal, sinds haar jurk van gisteravond ook wel bekend als de wandelende schuurspons. De hoofdpersonen uit Oogappels ontvingen een gouden ring. De hoofdpersonen uit Massa is Kassa een gegalvaniseerde enkelband. GTST-ster Bertrie Wieringa begon haar bedankspeech met de woorden oh kut, waarna de regisseur uit Macht der Gewoonte de uitzending afsloot. Oogappels is een van mijn lievelingsprogramma's, omdat het zo herkenbaar is om te zien hoe kinderen in 4 verschillende gezinnen opgroeien. Aldus zangeres Anouk. En vandaag, vrijdag 13 oktober. Ja, supermarktketen Jumbo is in 2 Groningse vestigingen een proef gestart met de verkoop van seksspeeltjes. Mijn vrouw heeft haar laatst per ongeluk de verkeerde olie gekocht. Nadeel was dat de klaargemaakte stampot wat Frank smaakte. Voordeel was dat de worst lekker soepel naar binnen gleed. Voor Groningen hebben ze nu een low-budget vibrator in het schap liggen. Dat is een reguliere winterpeen en de aardbevingen doen de rest. En de laatste voor vandaag. Speciaal voor hun boegbeeld Frank Lammers hebben ze ter promotie van de nieuwe undercoverfilm tijdelijk een dildo met de naam Ferry Long. Zaterdag 8 oktober. Pebbles, de oudste hond ter wereld, is vandaag op 22-jarige leeftijd overleden. Wow. Dat klinkt misschien niet oud, maar ik denk dat je al lang blij bent dat je einde nadert als je al 22 jaar je eigen reet hebt moeten schoonlikken. Confronterend bericht vind ik dat. Toen mijn vrouw afgelopen zomer mij per ongeluk mijn WhatsApp-berichtjes las, moest ik namelijk ook per direct afscheid nemen van mijn 22-jarige teefje.
Staat er zondag 9 oktober een nieuwe app op je iPhone die G-krachten registreert, kan per ongeluk 112 bellen wanneer je over de kop gaat in de achtbaan. Dat is nog niks. Mijn telefoon belt uit voorzorg al naar 112 als ik Tinder open, al dus Lil Kleine. Toen hij hoorde dat de iPhone-app blijkbaar G-krachten registreert, heeft Gordon hem voor de zekerheid 12 keer gedownload. Ik heb zelf ooit een verouderingsapp op mijn iPhone geïnstalleerd, maar toen ik daarin een foto van mijn dochters paard uploadde, kreeg ik daarna een afbeelding te zien van een doos frikandellen. Maandag 10 oktober, het tv-programma Spoorloos heeft jarenlang gebruik gemaakt van een frauduleus tussenpersoon om zogenaamde biologische families op te sporen. Ik kijk nooit naar Spoorloos. Als ik het leuk vind om jankende kinderen en verknipte gezinnen te zien, dan ga ik wel naar de Schepers familiebrunch. Toen ik mijn vrouw vertelde dat ik het vermoeden had dat een van onze twee zonen niet van mij was, antwoordde ze: hou er nou eens over op, Rob, want ze zijn wel degelijk allebei van jou. Zowel Ruben als mijn bokko, mijn bokko. Om te voorkomen dat in de toekomst nog vaker mensen gekoppeld worden die uiteindelijk helemaal geen familie van elkaar blijken te zijn, wordt de rest van het Spoorloos seizoen opgenomen in Volendam. En we hebben hier alvast een scène uit die aflevering. Lieve Remco, we hebben zowel je moeder, je zus als je nichtje opgespoord. En ze heet Miranda. Dinsdag 11 oktober. Jarenlang onderzoek heeft u definitief uitgewezen dat het schilderij Meisje met de Fluit toch niet van Johannes Vermeer is. We erkennen inderdaad de fout, maar na 300 jaar moet je jezelf er ook overheen kunnen zetten. Al dus de redactie van Spoorloos. Ik had al langer een vermoeden dat het schilderij nooit van Johannes Vermeer kan zijn, omdat ik het originele Meisje met de Fluit elke zondag aan het werk zie in de bananenbar. In een reactie laat de conservator van het museum weten: al die twijfel kwast beu. Ik heb er nog lak aan het schilderij. Dat kan vast kloppen, maar de vervalser deed het wel met verven. Woensdag 12 oktober. Bij een veiling in Colorado is een originele Levi's spijkerbroek uit 1880 geveild voor $76.000. De designer wil er nu 3 gaten en een rafelrandje in maken en dan verkopen voor het dubbele. De broek was zo oud dat op de knie nog een appeltje is gestikt van permanent. Ik heb nog een 130 jaar oude riem van mijn overgrootvader. Wie maakt me los? Ondertussen zijn wij als mensheid zoveel gegroeid dat de broek in maat XXL eigenlijk alleen nog past bij Roel van Velzen. Donderdag 13 oktober, bij opgravingen in een kerk in Turkije, is het graf van Sint Nicolaas ontdekt. We kunnen daarmee dus definitief vaststellen dat de allereerste gastarbeider in Nederland inderdaad een Turk was. Het duurde even voordat de archeologen het echt helemaal zeker wisten, omdat de kist was ingepakt met papier maché en compleet afgevuld met pepernoot en beschimmelde mandarijntjes. Omdat nu dus definitief vaststaat dat Sint-Nicolaas afkomstig is uit Turkije, wordt in de toekomst zijn paard vervangen door een toeterende Mercedes 560 SL met een Turkse vlag op de hoedenplank. Ja. En afsluitend, vandaag, vrijdag 14 oktober, het reisprogramma Waar is de Mol van Johnny de Mol zal na zijn aantijgingen van zware mishandeling niet meer terugkeren op tv. De laatste keer dat iemand vroeg waar is de mol, was het antwoord in verhoorkamer 3. Als ik Johnny de Mol en Lil Kleine zie, moet ik altijd denken aan carnavalfestival in de Efteling. Allemaal figuren met losse handjes. Privé blijven mijn meisje en ik natuurlijk nog wel gewoon reizen, al dus de aangeslagen Johnny de Mol, want er zijn nog zoveel mooie plekken in het ziekenhuis die ik met haar wil bezoeken. SBS6 wil nog 1 afsluitende aflevering maken van Waar is de Mol, waarin Johnny in een politiebusje reist van de Gooi- en Vechtstreek naar Knokke. Oké, Rob.
Tot volgende week weer. Hoi, hoi, hoi. Yes, 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 yes. Zaterdag 21 oktober. Honderden Europarlementariërs zijn door de verkeerde afslag van hun trein per ongeluk afgezet bij Euro Disney. Of zoals een parlementariër verzuchtte toen hij door het raampje naar buiten keek: Disney, het goede station. Het verschil tussen Disney's Pinocchio en Europarlementariër Wopke Hoekstra is dat de ene een liegende houten Klaas is die verdwaald raakt in de grote mensenwereld, en de andere is de zoon van Geppetto. Zondag 22 oktober. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn opgewacht door een woedende menigte bij het verlaten van het Slavernijmuseum in Zuid-Afrika. Er waren ook al problemen bij binnenkomst, omdat Willem-Alexander zijn museumjaarkaart wilde trekken, maar per ongeluk stond te wapperen met de NSDAP-pas van opa. Ik snap hun emotie, want ik heb ook nog wekelijks te maken met een woedende menigte als ik de Jumbo uitloop. Aldus Glennis Grace. Maandag 23 oktober, Joran van der Sloot heeft na 18 jaar de moord op Natalie Holloway bekend. Door de bekentenis krijgt van der Sloot 8 jaar strafvermindering. Hij heeft daarom inmiddels ook de moord op Pim Fortuyn, John F. Kennedy en Willem van Oranje bekend. Hij komt volgende week dinsdag vrij. Het werd ook wel eens tijd dat na al die jaren van onzekerheid de waarheid nu eindelijk boven tafel komt. Aldus Jos B. Het verschil tussen Joran van der Sloot en Hans Klok is dus dat Joran van der Sloot zijn verdwijnt terug na afloop wel uitlegt. Dinsdag 25 oktober, de politie van Warschau heeft een man opgepakt die zichzelf had verkleed als paspop en na sluiting zei de winkel leegroofde. Achteraf hadden we natuurlijk zelf ook moeten zien dat een paspop met bivakmuts en breekijzer hier helemaal niet thuis hoort. Aldus de eigenaar van de juwelierszaak. Je voordoen als emotieloze paspop om er na verloop van tijd met een complete inboedel vandoor te gaan. Of zoals Sylvie Meijs dat noemt, verkering. Woensdag 25 oktober, het concert van André Hazes junior in Ahoy dreigt door tegenvallende kaartverkoop uit te draaien op een fiasco. Dat is het verschil met zijn vader. Die verkocht bij zijn laatste voorstelling zelfs de Amsterdam Arena stijf uit. Om de bezoekers toch het gevoel van een gevulde zaal te geven, hebben ze het programma inmiddels uitgebreid met Peter Beense, Frans Duits en Django Wagner. Er gaan momenteel spammailtjes rond waarbij je op een link moet klikken voor gratis kaartjes voor het concert van André Hazes. Niet doen, mensen. Want als je daarop klikt, krijg je namelijk gratis kaartjes voor het concert van André Hazes. Donderdag 26 oktober, Louis van Gaal heeft zijn penthouse in Noordwijk ter waarde van 4 miljoen euro te koop gezet. Ik heb zelf mijn huis ook ooit verkocht voor 450.000 euro, maar dat was een meevallen, want het was een huurhuis. Louis wilde vanwege zijn nieuwe baan bij Ajax ook meteen wonen in de voetbalhoofdstad. Gelukkig is de arena prima bereikbaar vanuit Rotterdam. Ik heb zelf ook ooit een penthouse verkocht, maar die leverde maar een paar dubbeltjes op vanwege het aan elkaar plakken van de pagina's. Ja. Heet nieuws, vrijdag 27 oktober. Thierry Baudet is vlak voor een lezing in Gent op zijn hoofd geslagen met een paraplu. De lafhartige aanval op hun politieke boegbeeld en hun ambassadeur wordt sterk veroordeeld door het Kremlin. Je verwacht dit soort toestanden in Oostbloklanden, niet hier in het beschaafde Westen. Aldus een geëmotioneerde Volkert van der G. En de laatste voor vandaag. Volgens de politie in Gent zou het gaan om een zeer verwarde en gevaarlijke man. Over de dader is nog niks bekend. Tijdens carnaval wel eens een Margriet gebeft. Yes. Zaterdag 22 oktober in het Groningse dorpje Wirdum heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,2 op de schaal van Richter. Het dorp zat na de aardbeving zonder stroom. Maar goed, in Wirdum hadden ze voor de aardbeving ook nog geen stroom. Het is wetenschappelijk aangetoond dat na een aardbeving een dag op aarde 1,26 microseconden langer duurt. Dus nog 400 van dit soort bevingjes, dan hoeven ze in Groningen de klok niet meer te verzetten. De aardbeving kwam als een geschenk uit de hemel voor inwoner Cor met Parkinson, die nu anderhalf minuut lang zijn soep kon eten zonder te morsen. Zondag
23 oktober, Georgina Verbaan komt met de schrik vrij nadat boven haar hoofd het plafond in de Zeemanwinkel instort. Volgens ingewijden is het echter niet de eerste zeeman die op het hoofd van Georgina Verbaan is gekomen. Omdat al het puin en plafondplaten terecht kwam op schappen met kinderkleding, loopt de schade waarschijnlijk in de tientallen euro's. Ik vind het vooral zonde van mijn werk dat het achteraf allemaal voor niks is geweest. Al dus de 7-jarige Charmin uit Bangladesh. Maandag 24 oktober. De penningmeester van de Brabantse Carnavalsfederatie heeft 23.000 euro uit de clubkas gestolen. De politie arresteerde de penningmeester met de woorden: en nou die hentjes de lucht in. Omdat hij tijdens het jatten steeds de carnavalsmuts van de prins op zijn hoofd had, wordt er in dit geval gesproken over steekpenningen. Ja. De penningmeester heeft spijt, maar is anderzijds ook verheugd dat hij nu zeer geloofwaardig mee kan lopen in de optocht, verkleed als Siewert van Linden. Dinsdag 25 oktober. In Almkerk is een babytje genaamd Damien geboren met twee kant-en-klare melktandjes. Waarschijnlijk is het misgegaan toen de moeder tijdens de persweeën nogal letterlijk omging met de aanmoediging: kom op schat, nog een tandje erbij. Dat Damien tandjes had viel echter pas op toen hij de navelstreng eigenhandig doorknauwde. We kunnen wel meteen alle tandjes trekken, al dus de tandarts, maar dan wordt dit natuurlijk een gebit zonder eind. Omdat de tandjes wat ver uit elkaar staan, adviseert de tandarts de moeder tijdens de borstvoeding een beugel-BH. Ik had zelf overigens geen tandjes bij mijn geboorte, maar volgens mijn moeder al wel een ferm riekende bos schaamhaar. Ja. Woensdag, dat is echt waar ook. Woensdag 26 oktober. Een hitsig koppel uit Heemstede krijgt 40 uur taakstraf omdat ze betrapt zijn terwijl ze seks hadden in de Efteling. Seks met mijn vrouw is ook een beetje als een bezoekje aan de Efteling. 1 keer per jaar is eigenlijk wel voldoende. En iedere keer opnieuw denk ik: hé, dit stuk was er vorig jaar nog niet. En er komt altijd wel ergens een moment dat ik kotsmisselijk word. Het grootste verschil is echter dat ik bij mijn vrouw niet bang hoef te zijn dat ik in de rij moet gaan staan. En in de Efteling wordt de begroeiing wel netjes bijgehouden. Nou. Donderdag 27 oktober. Een Duits museum heeft toegegeven dat ze werk van Piet Mondriaan al 40 jaar lang ondersteboven aan de muur hebben hangen. Ik ben zelf ooit in een museum geweest waar alles ondersteboven hing, maar dat was in Australië. Om verdere beschadigingen door klimaatactivisten te voorkomen, heeft het Mauritshuis in Den Haag besloten alle werken voortaan achterstevoren op te hangen. Ik heb zelf ook ooit een tijdje ondersteboven aan de muur gehangen, maar toen moest ik na afloop gewoon 6 tientjes afrekenen bij mijn meesteres. En vandaag, vrijdag 28 oktober, enorme brand bij bloembollenbedrijf in Den Helder. De brandweer moest buiten hele hordes bejaarden tegenhouden die kwijlend afkwamen op de barbecue-lucht uit hun jeugd. Ja, we moeten er wel stevig in, jongens, vandaag op de laatste dag, hè. Ja. Ik weet niet precies hoe bloembollen smaken, maar ik heb tijdens carnaval wel eens een margriet gebeft. En de laatste. Een flink aantal bollen is gered omdat een groepje Antilliaanse medewerkers precies wist hoe dat je die ongeschonden buiten kunt krijgen. Oké, tot zover. Yes. Rob, mooi weekend, tot volgende week. Yes, tot volgende week. Houdoe. Yes, hallo. Zaterdag 28 oktober. Het is vandaag Wereld Psoriasisdag. Over huidziektes wil ik eigenlijk maar één ding zeggen: jeuk is anders. Speciaal omdat het Wereld Psoriasisdag is, eten we vandaag krap. Mark Rutte heeft in een interview aangegeven bij nader inzien wellicht toch te lang premier te zijn geweest.
Het gaat er natuurlijk niet om hoe lang je de functie bekleedt, maar wat uiteindelijk de indruk is die je achterlaat. Al dus de voormalig technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat. Zondag 29 oktober. Het is nog steeds onduidelijk wie de nieuwe James Bond gaat spelen. Ik vind die hele James Bond een achterhaald concept, want een man die iedere dag met een andere vrouw uit bed duikt is geen goed voorbeeld voor onze jeugd. Al dus pianist Jeroen Rietbergen. Een acteur die vaak genoemd wordt is Michael J. Fox, want hij drinkt alles sowieso al shaken, not stirred. Yes, yes, maandag 30 oktober. In de jaarlijkse Quote 500 is John de Mol opnieuw de rijkste BN'er. Een lijst met de rijkste mannen van Nederland. Of zoals Sylvie Meijs dat noemt, een to-do-list. De lijst is echter niet representatief, omdat zwart geld helaas niet wordt meegeteld in de berekening. Al dus Jumbo-topman Frits van Eert. Het verschil tussen Dagobert Duck en John de Mol is dat de ene een hebberige, koppige en vooral gierige vrek is en de andere is de oom van Kwikweg en Kwak. Dinsdag 31 oktober. Avro Tros komt met nieuw tv-programma Leven zonder letters, waarin Frans Bauer aandacht vraagt voor laaggeletterden. De problemen waar analfabeten tegenaan lopen zijn voor hen met geen pen te beschrijven. Een analfabeet is iemand die niet kan lezen of schrijven. Niet te verwarren met iemand die niet kan poepen, want dat is een analfabeet. Woensdag 1 november, het befaamde Bert's Animal Verhuur uit het Gelderse Appeltern is failliet. Alle kinderen die afscheid willen nemen van de diertjes mogen aanstaande maandag voor de laatste keer de konijntjes komen voeren. Aan de slangen. Ik heet hem ook. De kinderboerderij met voornamelijk schaapjes en geitjes maakt een doorstart en gaat vanaf morgen verder als Bert's kebab foodtruck. Donderdag 2 november. 10 anonieme medewerkers van de Tweede Kamer blijken emotionele schade te hebben opgelopen door stemverheffingen van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Het is natuurlijk sowieso een teken van zwakte als je stemverheffingen nodig hebt om respect af te dwingen op de werkvloer. Al dus tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk. Voor een nikszeggende saaie persoonlijkheid is het af en toe noodzakelijk om je stem te verheffen, omdat er gewoon anders niemand naar je luistert. Enfin, leg het ze na de uitzending zelf maar even uit, Rick. En vandaag, vrijdag 3 november. Ja, een Zwitsers onderzoek heeft aangetoond dat bij mannen die vaak op hun telefoon zitten het sperma 21% slechter van kwaliteit is dan van mannen die hun telefoon amper gebruiken. Van de andere kant, als ik tegenwoordig tijdens de seks niet af en toe mijn mobieltje erbij pak om YouPorn te gluren, is er 0% kans op überhaupt sperma. Ik las dat een tatoeage opwindend kan zijn bij seks. En dat klopt, want ik heb ook een tatoeage laten zetten van een naakte Katja Schuurman. Op de rug van mijn vrouw. Wij hebben thuis tegenwoordig vooral seks op zijn hondjes. En om precies te zijn, op zijn Maurice de hondjes. Dat houdt in dat ik eerst een peiling moet houden om te kijken hoeveel procent van ons tweeën zin heeft. En gezien de omvang van mijn vrouw wint zij meestal met een 2/3 meerderheid.